Olympisch en wereldkampioene zwemmer Ranomi Kromowidjojo breekt met haar trainer Marcel Wouda. Ze heeft te weinig vertrouwen in hem. De twee werkten nog geen jaar samen in het Pieter van der Hogeband zwembad in Eindhoven. Wouda werd november vorig jaar trainer van Kromowidjojo. Hij was de opvolger van Jaco Verharen. Die werd technisch directeur van de zwembond. Onder Verharen won Kromowidjojo 2 keer Olympisch goud. De samenwerking met Wouda leek ook prima te gaan, met onder meer een wereldtitel op de 50 meter vrije slag. Maar nu breekt ze dus toch met de trainer. Nou, bij het Pieter van der Hogeband zwembad is sportverslaggever Onno Beukers. Ja, Onno, wat is nou de reden van deze breuk? Want het lijkt allemaal heel erg onverwacht te komen. Ja, simpel gezegd dat Ranomi heeft nagedacht. Er zijn wereldbekerwedstrijden in Dubai geweest. Heeft ze goed gepresteerd. Maar toch is ze enigszins gaan twijfelen. Want ze miste, zoals het in sporttermen altijd mooi heet, de klik. Die echte 100% klik. Ze zei, die is er wel voor 99%. Maar ik wil een 100% klik. En ja, die is er niet. En daarom heeft ze besloten om uit elkaar te gaan. Weet je ook wat Wouda hiervan vindt? Sorry, ik verstond je vraag. Weet je ook wat Marcel Wouda hiervan vindt? Ja, Marcel Wouda die is teleurgesteld. Dat is natuurlijk begrijpelijk, want hij is nog geen jaar hier coach. Dat is natuurlijk, komt hem rauw op zijn dak. Toch zegt hij, ik begrijp het ook wel. En ik vind het ook een moedig besluit. Want ja, hij snapt, in de topsport moet er een 100% klik zijn. En ja, ze gaan eigenlijk samen, wilden ze, naar die Spelen in Rio. En als die 100% klik er niet is, ja, dan gaat het niet werken. Heeft Kromowidjojo ook al een nieuwe trainer? Ja, de nieuwe trainer is in ieder geval voorlopig Christian Sloof. Dat is de huidige assistenttrainer bij de zwembond. Die gaat haar trainen en dat zal dus ook gewoon in Eindhoven zijn. Dus het is niet zo dat ze hier het bad gaat verlaten. Ze zegt ook, ik voel me prettig in Eindhoven en wil hier graag blijven zwemmen. Dus dat zal ze gaan doen onder de huidige assistenttrainer. Nou hadden we vorige week dat andere grote nieuws in zwemland. Jaco Verharen, die naar Australië gaat, haar oude coach dus. En dus de baas van de zwembond. Heeft zijn vertrek nou ook iets met deze breuk te maken? Ja, dat zou je in eerste instantie zou je inderdaad denken van misschien dat zij ook naar Australië gaat. Om dan de komende jaren daar in een bad zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2016. Ja. Daar heeft het waarschijnlijk gewoon helemaal niks mee te maken. Zij heeft misschien na aanleiding daarvan wel ook nog eens bedacht wat zij nou wilde. En ja, uiteindelijk heeft ze gewoon besloten om niet met Marcel Wouda verder te gaan. Maar het staat waarschijnlijk los van het feit dat Jaco Verharen naar Australië gaat. Onno Beukers in Eindhoven, dankjewel.